Ja, Jean-Marie, op 3 wedstrijden van het einde is het misschien het moment om eventjes een evaluatie te maken van het afgelopen seizoen. Ik denk dat we uiteindelijk tevreden mogen zijn omdat we al bij al onze doelstelling van 40 punten in de 3 volgende wedstrijden zeker moeten kunnen bereiken. Dus dat was onze eerste doelstelling. De tweede doelstelling was, maar we zijn er een beetje trager in begonnen dan dat we hadden gehoopt. Maar dat is mede onze fout, omdat we de coach vooral in de voorbereiding verplicht hebben dat iedereen minstens een half uur moest spelen. Dus de integratie van de jongeren is een beetje trager verlopen dan dat we misschien zelf hadden verwacht. Maar uiteindelijk heeft de coach dat prachtig gedaan. En moet ik zeggen, als we nu zien wat er nu op het veld rondloopt van jongeren die meegetrokken zijn door die ervaren spelers, dan mag ik zeggen dat het seizoen wat dat betreft meer dan geslaagd is. Daarbij nog, en voor Club Voetselaar is dat zeer belangrijk, dat zie je ook rond het veld, dat is dat van die kleine groep mensen er steeds meer supporters komen kijken. Voor de thuiswedstrijd waren er mensen die er misschien nog 10 jaar nooit meer op Ronenbach geweest waren en die er ook weer op de weg naar Ronenbach terug hebben gevonden. Dus dat is ook iets wat positief is. En ook denk naar volgend seizoen, als je kijkt dat wij in amper 14 dagen en half februari onze kern voor volgend seizoen echt volledig rond hadden, dan mag ik zeggen dat je kunt stellen dat wij van de sportieve cel een zeer tevreden cel zijn. Dus we kunnen spreken van een geslaagd seizoen en volgend seizoen in deze richting verder werken. Ik denk dat we nu in de tweede ronde, in de terugronde, dat we bij de top 3 behoren. Moesten we daar volgend seizoen met die dezelfde cijfers kunnen starten, dan denk ik dat ze zullen rekening houden of moeten houden met ons. Maar ik denk als we volgend jaar een plaatsje of 2 nog kunnen opschuiven, dat we zeggen dat we hebben nu de 8e plaats, dat was onze ambitie aan 40 punten. En als we daar 4 of 5 punten kunnen bij doen volgend seizoen, dat we gerust nummer 5 mogen ambiëren, dus plaats van 8 tot 5. En dat we dan misschien ook eens kijken natuurlijk wat er blijft en wat er mogelijk is. En dat we misschien dan binnen 2 of 3 jaar een keer de ambitie mogen hebben om, laten we zeggen, in Eindhoven te spelen. Jo, dank u. Voilà.